Hartelijk welkom allemaal. Ik wilde snel gaan beginnen, want de Griffie heeft mij op het hart gedrukt dat wij echt om 9:30 in de andere zaal moeten zijn voor het besluit. Dus ik neem aan dat u alle informatie toch wil die de wethouder kan geven en mogelijk nog de tijd wil benutten voor enige vragen. Maar ik vraag u wel, gezien de kleine 20 minuten die we hebben, om het allemaal kort en bondig te doen, zodat de wethouder kort en bondig kan antwoorden. Het gaat hier om de toekomst van Omroep Amersfoort. Ik kan het verhaal wel op gaan lezen, maar dat u allemaal de situatie kent. Dus ik wil beginnen met de wethouder het woord te geven om ons in te lichten. Het was vorige week dat wij de raadsinformatiebrief naar buiten brachten. En toen was de heer Smits-Alvarez een van de eerste die mij belde. En die zei van, misschien heb ik nog wel een aantal vragen. Of als het volgende week op de agenda komt. Toen leek het handigste om even een 30 minuten te prikken. Zodat mochten er tussen afgelopen dinsdag en nu nieuwe ontwikkelingen zijn. Dat er in ieder geval ruimte in de agenda was om ze toe te lichten. En u bent hier in hele grote getale en ook vol spanning en verwachting klopt uw hart wellicht. Het is zo dat daarmee vertel ik niks nieuws, dat er een faillissementsaanvraag is geweest. Voor zover ik weet is die niet uitgesproken, dus dat betekent dat er geen sprake is op dit moment van een faillissement. Wat hebben wij gedaan? We hebben in ieder geval ook even contact opgenomen met het commissariaat van de media. Om te informeren wat dit betekent voor de procedure die ook al in gang was gezet met betrekking tot de verkrijging van een zendmachtiging. Omdat de zendmachtiging aan de huidige partij loopt in augustus af. Het commissariaat van de media was ook al op de hoogte gesteld door de programmaraad van de omroep. En het commissariaat van de media wacht ook eigenlijk op de... op formele zaken en dat ze ook formeel geïnformeerd worden, ook via een brief een bevestiging krijgen als zaken gaan lopen. Dus daar kan ik nu niet op vooruit lopen, heb ik ook nu op dit moment geen aanvullende informatie over. Het is wel zo dat Omroep Amersfoort op zwart is gegaan, niet meer uitzendt. Daarmee hebben wij de subsidiebetalingen opgeschort per die datum. Dus er wordt niet op dit moment uitbetaald. Dat is wat mij betreft de stand van zaken op dit moment. Andere informatie dan die ik u vorige week via de raadsinformatiebrief heb doen toekomen, heb ik niet. Dank u wel. Nu ga ik ervan. Ik zie de eerste twee. Ik heb twee vingers gezien in ieder geval. Maar ik wil eerst nog even. Je zou het vinger opsteken voor je. Dat is mijn probleem. Ja, maar dat waarderen we ook. We kennen ook uw rol in het dossier. Nee, wat ik u even wil vragen is om toch als een voorganger een vraag gesteld heeft. Mogelijk alleen maar een verduidelijkende vraag in ieder geval niet te herhalen. Want de tijd is krap. Ik ben lastig, ik weet het. Maar ik zag. Echt aan mijn linkerkant, meneer Nedekoorn als eerste. Voorzitter, ik heb vier vragen. In de raadsinformatiebrief staat dat het gaat om een exploitatietekort van €130.000. Ik heb ook andere bedragen gehoord de afgelopen dagen. Weet u iets van de totale schuld die er was, zeker is, en hoe hoog dat is? Dat is vraag 1. 2, en ik meen dat meneer Smits-Alvarez daar al vragen over gesteld heeft, dus die zal ze anders zo meteen stellen. Maar hoe is het gesteld met het archief van Omroep Amersfoort? Dan begreep ik dat de omroep in Hooglanderveen, Gazet, een voorstel heeft gedaan om totdat er een nieuwe uitzendgemachtigde is om hun opnames uit te zenden. Via het kanaal van Omroep Amersfoort heeft dat verzoek u bereikt. Wat vindt u daarvan? En ik kreeg net een mail dat er een nieuwe kandidaat is voor lokale omroep, namelijk Etheon. Heeft u dat gehoord en weet u toevallig of het kansrijk is, dus dat er na de sluiting van de officiële datum bij het commissariaat van de media een nieuwe kandidaat is ingediend? Dat zijn mijn vier vragen.
eerst meneer Volt en dan meneer Smits al vaak zijn woord geven. Korte vraag, voorzitter. Op 3 juni 2008 hebben wij een peiling gehad waar een notitie van het toenmalige college aan vooraf ging. En op bladzijde 4 daarvan gaat het over de investeringssubsidie. En daarin geeft men aan dat de met de subsidie aangeschafte apparatuur niet zonder schriftelijke toestemming van het college te vervreemden is of in bruiklijn te stellen aan derden. Het tweede punt daarin is, bij eventueel verlies van de zendmachtiging de apparatuur om niet over te dragen aan een eventueel nieuwe zendgemachtigde organisatie voor de lokale omroep. Voorzitter, ik heb toen de vraag gesteld of dit gelijk was met eigendomsvoorbehoud. We praten mogelijk over een faillissement. En ik weet niet meer hoe die vraag toen precies beantwoord is. Eigendomsvoorbehoud is een term uit het oude burgerlijke recht. Tegenwoordig is daar een andere term voor. Maar u begrijpt, daar komt mijn vraag. Het is gericht. Is die apparatuur daar nog aanwezig? Zitten daar alle delen nog van in Amersfoort? En beschikt het college over een inventarislijst? Omdat ik, u begrijpt, de vraag is wel duidelijk. Ik wil niet hebben dat dat ergens zomaar terechtkomt. Ja, dus in nog wel niet. Ja, maatregelen om in ieder geval dat aanzienlijke bedragen die uit de overheidspot komen, dat die verder gesteld worden. Dat is mijn hele vraag. Dank u wel. Meneer Smits-Alvarez. In een verlengde van de vraag van de heer Voogd. En dat geeft u aan in raadsinformatiebrief 138 van 4 november 2008. Waarin het zeg maar die. 11:33. Registratienummer. Nee, laat maar. Waarin zeg maar wordt aangegeven dat die subsidie wordt aangegeven. Oftewel, daarmee lees ik dat eigendom vervalt aan Omroep Amersfoort. Ook al hebben wij een soort van kettingbeding daar zeg maar opgelegd, niet aan derden. Hoe verhoudt dat zich met zeg maar het mogelijk faillissement, zodat het in de boedel zou worden meegenomen? Oftewel, zijn wij die spullen straks gewoon kwijt? Vooral in het licht van de mondelinge vraag die wij hebben gesteld in januari aan plaatsvervangend mediawethouder Gert Boeven. Van wat er ook gebeurt, die spullen gaan die naar de volgende zendgemachtigde. En toen heeft de wethouder toen aangegeven dat daar geen enkel probleem bij zou zijn. Wat er ook zou gebeuren, die gaan naar de volgende kandidaat. En ook in het licht van die beantwoording kijken we nu naar een mogelijke faillissement. Want in dat licht van de beantwoording van toen zou die ook zeg maar doorgaan en zou die niet in de boedel terechtkomen. En dat is voor ons toch wel redelijk essentieel. Twee vragen daarop aansluitend. Er is nog geen sprake kennelijk van een formeel faillissement. Want anders was er al een uitspraak, was er al een curator. Daarbij is het natuurlijk essentieel dat je vooraf afvraagt in welke positie je dan terechtkomt als het om dit soort dingen gaat. We hebben toen apparatuur werd aangeschaft gezegd, zorg er nou voor dat er eigendomsvoorbehoud is, in welke vorm dan ook. Desnoods ondergebracht in een aparte stichting die apparatuur heeft. We hebben daar niet meer van teruggezien hoe dat nou exact gedaan is, maar wel vertrouwd op het gegeven dat dat zekergesteld zou worden. Uw vraag? Als dat niet zo is, dan zit het in de boedel en dan is het straks de curator. Zijn minister Smits-Alvarez zojuist ook? Ja, maar dan dat de curator dan de zeggenschap erover heeft en het gaat verkopen ten eigen nutte. En als het faillissement er nog niet is, dan zou ik deze wethouder aanraden zich daar eens even ernstig over te beraden wat ze nu vooraf nog zou kunnen doen in een noodsituatie. Misschien is het dan wel voordelig om vooraf een aantal dingen te doen. Tweede is, er is een verwijt geweest, Shakespeare is lichter, dat ze opgehouden zijn omdat met name dit college weigerde de toezeggingen van het vorige college over te nemen, Shakespeare waar te maken. En dat dat de reden zou zijn geweest voor, cruciaal, als het gaat om de kostenstructuur en de reden voor het faillissement. Daar willen we graag een antwoord op hebben. En eens voor helderheid rondom wat de afgevaardigde Voogd heeft gezegd. We hebben in januari ook aangegeven van het investeringsplan wat ons ook ter inzage is gelegd. En toen heeft het college ook aangegeven, ja, alle spullen zijn bij Omroep Amersfoort. En ja, we hebben het gecheckt. Dat is uw
Maar dan weet mevrouw, mevrouw was er niet bij. Maar dan weet ze in ieder geval van de band. Ik hoop dat mevrouw de wethouder eigenlijk zeker kent. Meneer Van der Degen. Ik heb een uur, twee, drie geleden nog naar de zender gekeken en ze zenden nog steeds uit. Er staat een programmaatje of een bandje dat doorloopt. Dus volgens mij lopen ze volgens de mediawet gewoon pas en zijn ze nog aan het uitzenden. Dus is daar een vraag uit? Nee, maar ik bedoel, ik wil graag de reactie van de wethouder weten wat de status is. Dat is wat nou formeel volgens de mediawet de status is. Volgens mij zijn ze nog steeds aan het uitzenden volgens de mediawet. Zegt mevrouw Lambert ook nog iets? Ja, wij zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in de Kampvoort Wandelveilig. Dus een nieuwe vraag is van de berichtgeving. Is het natuurlijk belangrijk dat hier op een of andere manier dat toch een soort berichtgeving is van de stad. Dus dat belang, hoe gaan we dat de komende periode toch een of andere manier garanderen? We hebben natuurlijk de samenwerking met RTV Utrecht gehad. Dus wat is de status daarvan? Ik ga met alle vragen. Ik heb zelf druk meegeschreven, dus als u het vergeet, zou ik u helpen. Ik zou zeggen, begint u vooral en u kunt zoveel ja, vragen te beantwoorden. Ik zal het proberen. En diegene waar ik. Zo min mogelijk interrupties als het kan. Ik doe ze gewoon even in volgorde dat ze gesteld zijn. De heer Nedekoorn die gaat in op het in de RIB aangegeven tekort over het jaar 2010. Wij hebben binnen de voorlopige cijfers over 2010, want ze zijn niet goedgekeurd door een accountant, dus met die slag om de arm kan ik u wel melden dat het totale tekort boven de 2 ton zit. En zoals nu ambtelijk is berekend vanuit de stukken die ons bekend zijn, nogmaals, daar zit geen accountantscontrole op, dus we hebben niet, dus wat er ons is aangeleverd, dan is het ongeveer 211.000. Dan vraag over het archief. Het historische archief van Omroep Amersfoort, ja, dat is op zich van de omroep. De heer Van Vliet vroeg ook van, hebt u zich daar al op bezonnen wat u met apparatuur en archief en hebt u daar iets mee? Natuurlijk hebben wij daarnaar gekeken of wij daar iets zouden kunnen doen, maar het is niet zo dat wij ofwel apparatuur of archief zouden mogen, feitelijk vervreemden. Dat is niet iets wat wij kunnen doen. Dat kan wel. Daar heeft u de medewerking van nodig van het betrokken bestuur. CQ van de omroep. Ja. En die kan dan hoogst aangesproken worden voor een Pauliaanse benadering op het moment dat er iets niet gebeurt. Maar dat is afhankelijk van de curator, CQ van de ministerie, op het ministerie. Ja. Dus, en maar het ik denk ook dat u weet dat een curator er niet mee akkoord gaat dat als een instantie kort voor een mogelijke faillissementdatum spullen van in de commerciële opzet wel. Zekere waarde overdraagt. In de maatschappelijke opzet niet. Nou, dit is op dit moment de situatie waarin wij zitten. Meneer Van Vliet, zoals ik het hoor, doet het college zijn best, maar kan u niet alles toezeggen. Dus wat dat betreft. Ik direct aan, voorzitter, dat ze hun best doen. Ja, het is vanavond maar informatie, maar toch. Graag de wethouder de kans geven meer vragen te beantwoorden. De Glazet heeft een voorstel gedaan. Het is mij niet bekend. Ik heb geen voorstel gezien. Maar het is formeel zo, en dat is ook wat de heer Van Wegen zegt. Zolang de zendmachtiging niet aan een ander is, is hij aan Omroep Amersfoort. Punt. U kan niet iemand anders gebruik maken van een kanaal. Zover gaat mijn kennis van de media. Nieuwe kandidaat. Etheon, nou, ik hoor het aan. Het zal, ik weet het niet. Bovendien, ook daar gaan wij niet over. In principe is de inzendingstermijn bij het commissariaat van de media gesloten. Maar omdat u aangaf dat u contact had gehad met het commissariaat van de media, ik dacht misschien is dat al besproken. Nee. De mail is van na 8 vanavond of van half 8 of zo. Dus het commissariaat van de media hebben we gisteren gesproken, maar dit is op mij niet bekend. Oké. Okay. Dan richting de heer Voogd met betrekking tot de apparatuur. Ik heb daar net al wat over geantwoord van u wilt niet dat het zomaar ergens anders terecht komt. Nou, wij kunnen dat niet weghalen. Is alles nog. Voorzitter, ik constateer dus dat het verzoek van de raad
om eigendomsvoorwaarden te maken, niet gemaakt is. Want anders zou je dat... In 2008 is er subsidie verstrekt en daarvan zijn is apparatuur aangeschaft. En die apparatuur die is van de omroep. En bij het verlies van de zendmachtiging, want ik heb ook nog even teruggeluisterd wat collega Boeven in januari op uw antwoorden heeft, op uw vragen heeft gezegd. Dat is toch echt dat het gaat om bij verlies van zendmachtiging, dus overgang van zendmachtiging, op dat moment wordt de apparatuur overgedragen. Dat is zoals het ook in de in het verleden is, met u is gedeeld en zoals het ook is uitgevoerd en zoals de subsidie ook is verstrekt. Voorzitter, ik zal het kort maken. Ik deel die opvatting niet, wethouder. De stukken wijzen ook in die richting zoals u dat nu aangeeft. Mijn constatering is dat duidelijk gezocht was. Maak je eigendomsvoorbehoud met alle risico's die er zijn. Ik zal de discussie niet opnemen. Ik moet ook zeggen wat u zegt, maar uw collega's hebben het ook gezegd. De vraag van meerdere mensen wel samenvatten in de zin van, is er nu echt een eigendomsvoorbehoud gemaakt of niet? Want ik, dat voel, mag ik, meneer Voogd, ik heb graag dat de wethouder daarop antwoord. U misschien de volgende periode. Eén ding uit het wiel helpen. Er zijn geen geluidsopnames van mondelinge vragen gesteld. Oh nee, ik heb ze net afgeluisterd. Dan ga ik zo met u mee. Dan... ik heb, u mag dat nou besluiten. Ja, nee, dat doen we. Ze staan gewoon op de website van de gemeente Amersfoort. Omwille van de tijd en omwille ook van alle vragen die er nog zijn, kunt u antwoord geven? Is er wel of geen eigendomsvoorbehoud? Nou, volgens mij niet, maar ik heb de teksten hier niet voor mij die daar in zijn. Volgens mij zijn die niet gemaakt. Nee, ik kan u ondersteunen, wethouder. Ik heb ze net weer gelezen. Het is geen eigendomsvoorbehoud, het is een vervreemdingsbeperking. Je draagt de eigendom over, je zegt erbij, als u de eigendom zelf verder wilt overdragen, dan bent u beperkt of tot de andere zendgemachtigden, nieuwe zendgemachtigden, maar verder niet. Dus u heeft gelijk, juridisch gezien. En ik, we zijn het eens, maar het is dus niet gebeurd zoals de raad het wil. Dat is niet wel. Volgens mij heeft u een vraag met één beantwoord. Richting de heer Van Vliet heb ik volgens mij ook het antwoord meegenomen, richting de heer Van Wegen ook. Toezegging, oude college. Wat zegt u? Toezegging, oude college. Op welk terrein? De vraag was eigenlijk, door is deze situatie ontstaan volgens mij door toezeggingen naar het oude college die niet zijn nagekomen. Dit college zou het geweigerd hebben om de toezeggingen rondom de reputatiekosten... sorry, ik was even de vraag kwijt. U weet, ik heb nog eens weer de raadsinformatiebrief van eind 2009 erbij gepakt, waarin u als raad destijds geïnformeerd bent over het feit dat er in 2009... om de financiële noden te lenigen, €50.000 aan incidentele subsidie werd verstrekt. En dat er rekening gehouden zou moeten worden dat er mogelijk over het jaar 2010 ook nog een tekort van €50.000 zou zijn. Dat is u medegedeeld. In juni van 2010 heb ik met u in een ronde gedeeld dat er een verzoek bij het college was binnengekomen om... een subsidie incidenteel van €80.000 om daarmee tot en met september de nood te lenigen, te vullen. En u weet dat wij daarover toen hebben gezegd, wij zijn dat niet van plan. En dat is wat wij met u hebben gedeeld en wat ook op uw instemming kon rekenen. Dus volgens mij zijn er geen andere besluiten door het college genomen. Er is ook geen ander besluit bekrachtigd door uw raad. Er was dus geen toezegging van het oude college waarop grond van iemand nog rechten zou kunnen claimen? Nee, niet anders dan de raadsinformatiebrief die u hebt gehad dat er mogelijk in 2010 een tekort zou optreden van €50.000. Dank u wel. Dan heb ik de status volgens de mediawet, heb ik net richting de heer Van Wegen ook gezegd, dat, die is dat de omroep Amersfoort de zendmachtiging heeft. Ja, ze zijn in de rug. Nou ja, er is ook geen faillissement uitgesproken. Dus het is gewoon nu, deze situatie is nu de situatie. En richting de tekstbericht die de gemeente Amersfoort in het communicatiebeleid ook heeft. Die staat niet in, dus daar verwijzen we naar onze eigen website. En RTV Utrecht is natuurlijk gewoon een eigenstandige zender met een eigen zendmacht. Dat in een veel groter gebied dan alleen de gemeente Amersfoort en Leusden. En die...
is geheel vrij in wat zij al dan niet wensen uit te zenden op RTV Utrecht. Daar gaan wij niet over. Voorzitter, misschien mag ik een suggestie meegeven dat in dit geval een surseance van bepaling een beter antwoord zou kunnen zijn om in ieder geval de situatie in oogschouw te nemen qua bezit en qua eigendom van het een en ander. Voor dat faillissement wordt uitgesproken en we zeker weten dat we alles kwijt zijn. Mag ik u iets vragen aan wie u dit advies geeft? Aan het college of aan de onderzoek? Aan ons allemaal en daarmee ook aan de wethouder. Dat is wel even belangrijk. Nee, dan is er nog ruimte voor één vraag. Als een korte vraag die het nog is en een kort antwoord. Want dan moet ons echt als alle vragen naar de andere zaal te gaan. Ik kijk even, ik begin bij meneer Van Vliet. Iemand een korte vraag? Heel snel. Die kunnen we even houden. Ja, dit is de informatie.